Ik weet dat hij dood is. En God hebben zijn ziel. Nieuws. Het is vandaag 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn is vermoord. Hoe kijk jij terug op deze dag? Als onwerkelijk dat het überhaupt heeft plaatsgevonden. En dat er in die 20 jaar helemaal niks veranderd is aan alle onderwerpen die Pim Fortuyn bespreekbaar heeft gemaakt. Ja. Het was een zinloze moord en de moordenaar is al jaren vrij man. Ramp voor Rotterdam, ramp voor Nederland. Je ziet wat we nu hebben, daar ben ik niet zo blij mee. 20 jaar later is het alleen nog maar slechter. Heel Den Haag is zo corrupt als de pest. Was u fan van hem? Geen superfan, maar ik vond het wel een. Ik waardeerde hem wel. Ik heb wel respect voor hem. Wij hebben best wel wat jonge kijkers die Pim Fortuyn niet of niet goed kennen. Hoe zou u hem beschrijven voor hem? Iemand die rijk voor de raap was. Een hele markante man. Ja. Met een visie. Flamboyant. Recht voor zijn raap. Niet de makkelijkste man. Ja, het was een hele charismatische man die gewoon echt de boel gewoon compleet heeft opgeschud. Het hele politieke landschap, wat gewoon echt nodig was. Het was de man die zei wat wij al jarenlang dachten. Ik zou hem willen omschrijven als een man die zonder doekjes rond te winden gewoon besprak wat hij zag en wat hij meemaakte. Wars van meel in de mond, zonder politieke tweespraak. Hij benoemde de dingen zoals ze waren. Zijn er op dit moment in de Nederlandse politiek nog politici die als Pim Fortuyn zijn? Of in de buurt? Ik vind het van niet. Is er nog iemand in de politiek nu die een beetje op Pim Fortuyn lijkt? Nee. Helemaal niemand. En er is geen tweede Pim Fortuyn. Wilders die komt nog genees bij hem in de buurt, zeg maar. Ik heb mijn twijfels over hem. Ja? Zijn belofte zouden hij niet waarmaken, neem ik aan. Hij was een populist, denk ik, in eerste instantie. Ik weet dat hij dood is. En God hebben zijn ziel. Dat is mijn wens. Die zei waar het op stond natuurlijk. Hè. Werd niet altijd in dank afgenomen. Daardoor is hij er ook niet meer.